Een golf van gewelddadige straatroof in Veenendaal. Afgelopen weekend werden er op verschillende plaatsen in de stad 3 mannen in elkaar geslagen, beroofd en zelfs daarna ontkleed. Het is het trieste dieptepunt van een reeks aan mishandelingen die al maanden aan de gang is. De politie vermoedt dat één en dezelfde groep Nederlands en Marokkaanse jongeren verantwoordelijk is. Bij dit tunneltje werd zaterdagnacht een man van zijn fiets getrokken, in elkaar geschopt, beroofd en zelfs uitgekleed. Met alleen zijn broek nog aan werd hij daarna op de spoorrails gegooid. Diezelfde nacht werden 2 anderen op dezelfde manier mishandeld en beroofd. 1 belandde zwaar gewond in het ziekenhuis. Dit soort mishandelingen komt in Veenendaal de laatste maanden vaker voor. En tot voor kort deed de burgemeester het af als losse incidenten. Als ik kijk wat er gebeurt, dat zijn geen incidenten meer natuurlijk. Als mensen echt neergestoken worden en beroofd worden, gewelddadig. Dan moet je echt gaan denken van, dan moet je beleid op loslaten. Volgens een onderzoek van het Korps Landelijke Politiediensten staat Veenendaal op de 10e plaats van gemeenten die last hebben van Nederlandse Marokkaanse jeugdbendes. Daar heeft het ook echt over misdaadbendes, terwijl wij in de interne stuk in de gemeente het nog over qua jongens hebben en wat overlastgevende jeugd hebben. En dat is natuurlijk wel een enorme miskenning van de problematiek die daar heerst op dit moment. Daar moet het gemeentebestuur op reageren, zou je zeggen. Maar burgemeester Ties Elsinga zegde vanmiddag een interviewafspraak met ons af. Gisteren zei hij nog in lokale media dat de Veenendaalers 's avonds maar beter thuis kunnen blijven. Ik verwacht dat moeders dat zeggen. Maar ik vind dat de burgemeester wel de problemen moet aanpakken. Dan heeft hij misschien toch niet helemaal goed onder controle, zou ik haar zeggen. We zeggen, dit is een leefstad, een jonge leefstad. En dan kan je niet zeggen, we gaan eigenlijk niet formeel, maar informeel een avondklok instellen voor de welwillende. Ik zou zeggen, ga dan een avondklok instellen voor de niet-welwillende. En die ken je, dus die ga je aanpakken. De politie onderzoekt inmiddels of er inderdaad sprake is van een verband tussen de straatroven.